Private bedrijven kunnen zich vanaf vandaag inschrijven voor de restauratie en exploitatie van het Brownsbergplateau. Op het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, RGB, heeft vanmorgen de officiële start plaatsgehad van de openbare inschrijving van het Public-Private People Partnership project voor het Brownsberg Natuurpark. De directeuren van SINASU en Conservation International Suriname, respectievelijk Kenneth Cyrus en John Goedschalk, maakten dit vanmorgen bekend op een persconferentie op het ministerie. Volgens SINASU-directeur Cyrus kan deze inschrijving leiden tot de verdere ontwikkeling van het natuurtoerisme en de gemeenschap in het Brownsberggebied. We beginnen met een deel van het plateau wat nu reeds in gebruik is. En ik moet zeggen, nog steeds bezocht is. We komen per jaar nog steeds aan 10.000 bezoekers, wat eigenlijk 10 maal meer moet zijn. Daar wil ik ook naartoe gaan, dat het 10 maal meer wordt natuurlijk in samenwerking met een partner. De Brownsberg heeft heel veel potentie. En het is een gebied in Suriname dat vrij uniek is. Niet alleen voor Suriname, maar om een voorbeeld te geven over de birdwatchers. De Brownsberg is een van de weinige plekken op aarde. Ik denk een van de twee plekken op aarde waar de kamikami, kent u allemaal neem ik aan. De kamikami wordt geroepen en hij komt in het wild. En hij komt eten en er zijn daar zo tientallen die gefotografeerd kunnen worden. Volgens Goedschalk zijn er voorwaarden gesteld voor de potentiële partners voor het Brownsberggebied. Een van de voorwaarden is dat de bedrijven ervaring moeten hebben in toerisme, zegt Goedschalk. Er wordt verwacht dat je in staat bent om een goed businessplan te schrijven en die in te dienen. En dat je ook kan aantonen hoe je dat gaat financieren. Want wat we niet zoeken, zijn speculanten. We zijn niet op zoek naar mensen die hopen de Brownsberg of het plateau in hun portfolio te krijgen en dan gaan shoppen naar investeerders. Die tijd is voorbij. Ik heb het te vaak gezien, we hebben het te vaak gezien, dat gelukzoekers naar Suriname komen of in Suriname zijn. Concessies aanvragen, allerlei dingen, zonder een stuiver. Om zelf te investeren, mooie plaatjes maken en geld gaan zoeken. Dat duurt jaren. Dat is niet waar SINASU naar op zoek is. Zeg ik het goed kennen? Klopt. Dus respect voor flora en fauna, respect voor de natuur, respect, tenminste geen respect, maar dan zeg maar zoeken naar nieuwe manieren om daar energie te verbruiken, CO2 neutraal, dat soort dingen allemaal. Zeg maar de natuur volledig respecteren, maar ook wat er nu al gaande is. We hebben al door de jaren heen, hebben we Suriname, wat Brownsberg betreft, al heel veel opgebouwd wat betreft het contact met de dieren. Kenneth Cyrus, directeur van SINASU en daarvoor John Goedschalk, directeur van Conservation International Suriname. Ze spraken vanmorgen tijdens de persconferentie over de officiële start van de openbare inschrijving van het Public-Private People Partnership project voor het Brownsberg Natuurpark.